Hoi iedereen, ik ben Eline van Eline94 en ik heb vandaag weer een nieuwe kerstdiving video voor jullie. Maar eerst een pakketje, post, briefbus. Ik heb bij Sam iets besteld, tenminste, lullig als het nou niet van Sam is. En ik dacht, het is zo leuk om op camera uit te pakken. Volgens mij zei ze dat ze op Insta nog even op vakantie was omdat ze wat dingen ging veranderen. Het is niet te verwarren met de Sam van YouTube. Ik durf die normaal, maar ik kom op een bepaalde manier een envelop ook. Maar dat kan nu niet, omdat mijn adres er best groot op staat. En ik ben net het bang dat het doordrukt. Ik heb dit hele schattige thank you kaartje. For your ordering. For your order and supporting my small business. Dit zijn zo leuke kaartjes. En ja, deze komt zeker in mijn visitekaartjes, mapje. Hoi Eline, bedankt voor je aankoop. Heel veel spaarplezier, lief Sam. Een mooi handschrift. Thank you, stickers. Oeh. Oh, dit voelt zo chill. Nou weet ik hoe mensen voelen als ik een keer iets opstuur. Het klinkt zo idioot. En nou zul je denken, ja maar Eline, als je nou zelf ook die challenges maakt, waarom koop je ze dan nog? Omdat ik het ook leuk vind om bij andere mensen dingen te kopen en ik kan ook nog steeds andere mensen hun werk waarderen. Vind ik gewoon leuk. Ik kan echt niet alles maken. Een stickertje met Never Give Up. Kan je in mijn hoofd kijken? En Believe in Yourself. Nogmaals, kan je in mijn hoofd kijken? Have a nice day. Dank je wel. Deze vind ik echt super leuk. Oeh, een bedankt. Allemaal fruitjes. Mini challenge. Deze is echt schattig. Echt vet leuk. Ook leuk met die afgeronde hoekjes. Kunnen jullie het een beetje zien? Ik heb hier op een knopje gedrukt, waardoor ik alleen maar vakjes zie. Dat is wel leuk, toch? Ik vind dat leuk. Ik hou wel fruit. Lekker zomers daar wel, maar echt super leuk. Summer vibes. Ja, ik zag die in de achtergrond op een foto. Ik zeg, hallo? Wat is die summer vibes? Maar deze is echt zo schattig. En lekkere 5 euro'tjes. 35 euro. Nou ja, weet je wat het wel is? Ik kan natuurlijk gewoon dadelijk begin van het jaar mee beginnen. En dan in de zomer lekker ijsje mee kopen. En ja, deze zijn wel echt zo gewoon. Dit is 15 euro en dit is 35 euro. Ja, echt wel lekker van die kleine, simpele. Soms zijn van die mini-challenge wel kleine bedragen zijn. Maar dan is dat alsnog heel veel. Snap je? Ja, yeah, if you know me, you know me. Ik dacht, ik vind deze. Ik had deze bij de YouTuber Sam gezien. En volgens mij ook bij Wenke. En dit is wel echt een quote die heel erg bij mij past. Dus ik dacht, ik moet deze hebben. En nou weet ik dus dat die van Sam is. En ik vind die echt zo leuk. Dus ja, het is ook helemaal mijn ding. Want ik hou ervan om lettertjes te kleuren en zo. Dus ik dacht, die moet ik hebben. En als ik iets Disney zie, dan moet ik het natuurlijk ook hebben. Dus ik had deze al heel lang op mijn Instagram opgeslagen. Als met zo'n boekenlekkertje. Dat die in je opgeslagen dingen staat. En het zijn allemaal 1 euro'tjes. En ik vind hem zo schattig. Het idee hiervan is zo leuk. Ik heb ook echt geen idee hoe ik dit zelf zou moeten maken. Dus ja, in dat geval vind ik het dus gewoon. Zo'n soort dingen vind ik dan heel leuk. Oh, en deze iets kleiner dan ik had gedacht. Maar wel nog steeds heel leuk. Een Sint challenge. Ik weet niet of het een DA nog gaat worden. Want het is ook weer 30 euro. Maar ik ga gewoon een beetje zoeken. En deze komt gewoon lekker op de stapel van de challenges te liggen. Aangezien dit dus allemaal nog even kan duren, dacht ik, laat het gewoon zien. Voor mij ook een cadeautje om het, ja, te zien hoe het er in het echt, zeg maar, uitziet. Ik ga denk gewoon beginnen met boodschappen. Het is gewoon een beetje een drama. En ik was vorige keer 5 cent vergeten. Overblijvers is leeg. Jongens. Als ik ergens kan huilen, graag. Er is niet zoveel boodschappengeld overgebleven. Op de een of andere manier willen ze ook nooit meer 5 centjes hebben. Dus ik heb nog mijn hele envelopje met 5 centjes. Maar onderhand begint dit ook een envelopje met 5 centjes te worden. Dus dit gaat daar gewoon bij statiegeld. Ik zal er 1 apart leggen omdat ik die hier ook al had. En anders krijg ik weer een rond getal. Mijn statiegeld was 4,50 euro van vandaag. Oh, hallo, we lekker wazig weer. En ik ga die 4,50 euro, 60, 70, 75, 4,75 euro. Eens kijken of ik die al heb aangestreept. 4,75 euro.
€4,75. Lekker in het midden, maar niet aangestreept. Niet in het midden, maar midden onderin. Jullie zien het net, hè? Waar ik aan het kleuren ben. 4,75. Even kijken. 2, 4, 65, 70, 75. Lekker in mijn statiegelding. Dit begint ook wel aardig vol te raken. Misschien kan ik hier daar nog dingen. Lekker rammelaar. Dingen uitwisselen. Weet je wat? En dit is helemaal niet handig. Nee, dat is niet handig. Nee. Laat me lekker zo. Ja, en die paar centen. Die gaan. Oh, ik ben aan het gooien met een pen. Nou ja, die komen daar ook wel tegen. Die paar centen gaan gewoon weer terug in het boodschappenmapje. 65 cent. Je weet maar nooit wanneer het van pas komt. Dan heb ik mijn persoonlijk mapje waar ik vorige week een beetje rommelig mee ben omgegaan. En deze heb ik volgens mij al uitgehaald. Ja. Oké, ik heb hier. Dit is €11 over is. Te verdelen van deze week. Nog 2, 20, 30, 35, €37. Even kijken, want dit is dan van Nacho briefje. En ze zijn ook wel van Nacho, maar deze is dan nog het beste. Even dit hier neer. Ik ga beginnen met, had ik opgeschreven een paar dingen. Oh, alles dondert hier naar beneden. Mijn shoppingmap. Daar gaat in beauty. Ja, voor de vraag is voor hoe lang, aangezien ik denk dat deze van het weekend leeg gaat. Die 15 euro gaat eruit. Gaat 20 in. Ik ga van het weekend naar Duitsland. Als jullie dit zien, dan ben ik er al geweest. En ik denk dat ik dit wel mee ga nemen. Ik heb al 5 ingedaan. Dan gaan we ook maar meteen naar de Duitsland map. Dan gaat die 10 euro in. Een keer €30 in zitten. Nee, 40, want er zit hier nog een tientje verstopt. Oh, er zat nog een tientje verstopt. Ik denk dat ik het vooral ga besteden bij de Moeller. Want ik denk dat ik bij de DM echt wel meer nodig heb. Zodat ik dat via de rekening ga doen. En als ik over heb, gewoon opnieuw ga verdelen. Denk ik. Moet ik even kijken. Maar ik denk dat ik wel een hoop dingen op één hoop ga gooien. Plus 5 is 40. Het is vandaag 21 september. Hallo herfst. Ik noem het even rond, want ik wil gewoon een rond getal. Ik wil geen vijfjes uitgeven, zeg maar. Dus vandaar dat ik die dingen nu prioriteit geef. Grote kans dat ik volgende week ga klooien met de vakantie. Deze is denk ik nu geweest. Is dit alles wat ik heb opgeschreven? Ga ik mijn mini en mijn kleingeld challenge erbij halen. Beginnen met de kleingeld challenge. Want wat ik al zei, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk muntgeld eruit hebben. Als ik hier een euro in doe, zit er 5 in. Oeh, deze is fresh. She's fresh. Hier moet dan, als ik hier 5 euro in wil doen, moet hier 3 euro in. Even kijken, dus dat is, heb ik hier groen of paars? Paars. Zwart. Oh nee, het is een pen. Ik denk dat het deze is. Even kijken, 2. Ik moet een eentje hebben. Ja, doe ik wel even blauw dan. Kleingeld heb ik niet. En ik heb mijn kleinere Sint- en Kerstchallenge hierin gedaan. Ik weet niet of ik het al had gedaan. Oeh, hier zit €3 in. Ga ik hier dan €5 van maken? Jawel. Zat €3 in. Dus dan moet er nog €2 bij. Oh, dat was mooi, want dat was het duurste van dit.
Ik zit een beetje in struggle, jongens. Want ik heb dus laatst mijn printer ding... zal ik helemaal vertellen van... Oh, kan ik net printer ingesteld, bla bla bla. Ja, dat was dus de verkeer. Dus toen kon ik meteen diezelfde dag, ik had die video opgenomen, meteen diezelfde dag kon ik een nieuwe printer inbestellen. En nu is hij dus alweer op. Dus ik heb vandaag een hele voorraad binnengekregen, gisteren besteld. En ik twijfel dus nu of mijn printer ink moet leeghalen. Want ik denk dus niet dat ik dat ga redden. Ik ga 3 euro hierin doen, denk ik. Dus dan haal ik er net 2 uit. Dus er moet 3 euro in. Ik ga deze diamant kleuren. Nou zit het een nummer van She's Fresh. Ik weet de tekst al van verder niet, maar alleen een stukje She's Fresh. Oh my god. Nee, geen idee. Maar dat stukje zit nou dit in mijn hoofd. Thanks myself. Oh, ik moet misschien niet alleen 2 euro kleuren, maar gewoon 3 euro. Ik ga een bloemetje doen. Of zou ik een hartje doen? Ik ga dit bloemetje doen, want dat ga ik vergeten. En een blauwe kern. In ieder geval alle stiftjes die ik vandaag had klaargelegd een keer gebruikt, behalve de zwarte. Oké. Ga ik krassen voor Disney? Dat was het hoogste 10. Ik heb nog steeds bij mijn portemonnee 10 euro liggen. Daar zit die 4 euro in. Die wil ik rijk uit hebben. Laten we hopen dat ik 1 euro of zo dan kras. Gewoon een briefje van 5 ingaat. Oh ja, tuurlijk. 6. Maar dat is totaal 10. Ik vind het niet leuk. 4 euro gaat eruit. Deze 2 vijfjes gaan erin. Ping, wing. Ja, misschien moet ik dit muntje ook gewoon terugstoppen in zijn hok. Ik, jullie hebben het voor zo ook helemaal niet kunnen zien. Maar goed ook, want het was verschrikkelijk. Ja, ik moet in Halloween ook 5 euro. Maar dan ben ik nog niet in Amsterdam. Oh ja. Het is nu officieel herfst, dus eigenlijk mocht ik deze gaan beginnen. Oké, weet je, ik ga wel eerst die Halloween proberen vol te maken. Kan ik die volmaken? Wil ik die volmaken? Even kijken, ik moet 5, 2, 4, 6, 8. 10. Ik kan die volmaken. Ik wil die niet volmaken. Ik doe er wel gewoon 5 euro in. Ga ik een neon heksenketel maken. Ik zit ook gewoon met gedachten op nul. Gewoon al die briefjes weg te stoppen. Geen idee of dat eigenlijk handig is. Maar ja. Ik heb nu 10 euro van de 20 euro in Halloween. En het is natuurlijk ook al wel bijna Halloween. Ik heb gewoon even geen zin om dan met klein geld te lopen handelen. In deze binder. Mark my words. Ik ga even kijken wat er in deze binder moet gebeuren bij die Sinterklaas dingen. Ja, hier moet eigenlijk ook nog 10 euro in. Kan die wel volmaken? 2, 4, 6, 8, 10. Als ik die volmaak, maar ik heb nog steeds geen briefgeld. Hoe zit ik eigenlijk met... Waar is mijn binder? Oei. Heb ik op dit moment een grote... Oh, dit kon ook nog. Het ding is een beetje... Ik heb dus al wat dingen gekocht voor Sinterkerst. Ik heb nog steeds geen briefjes. Ga ik het dan hiermee stoppen? Het wordt ook in één keer kei donker buiten. Het ging gewoon in één keer heel snel. Oh, ik weet iets wat ik kan doen. Zit die hierin? Ja. Ik kan... Zo, wacht even jongens. Kijk, ik heb natuurlijk deze mini-challenge. Oh, wat erg. Ik heb deze natuurlijk nog. En hier zit
2,60 euro in. Voor mijn gevoel klopt dat niet. Ik kan natuurlijk even wel 50 centjes hiervan gaan aanstrepen. Ik vind deze wel leuk om te doen. Dus misschien wil ik dat ook weer niet. Jongens, ik weet niet wat ik wil, oké. Ik ga denk ik gewoon eventjes... Ik kan een spelletje gaan doen. Oh, het is een beetje ingezoomd hoor. Dat was niet de afspraak. Ik kan deze doen, de Roll It Up. Dat vind ik leuk. Ik kan deze doen. Ik denk dat ik eerst deze ga doen, want misschien is deze dan wel vol. Ik ga gewoon lekker een keer hier gooien. Precies buiten beeld. Het is 2. En dat is 50 cent, dat heb ik niet. Dus dan ga ik nog een keer gooien. En dat is 3. Even kijken hoor, dan hoor ik even een rondje om 50 cent. 1, 2, 3. Ga 3 terug. 1, 2. Ze zelden, Eline. Heb je daar niet over nagedacht? Nee, natuurlijk heeft ze daar niet over nagedacht. 50 cent, onthouden. 1, 2, 3, 4. 5 euro. Ja, dan stop ik ermee. Ik heb eigenlijk 5,50. Het vakje daarna is... Het vakje daarna is de finish. Dus ik doe er gewoon 6 euro in. Dan kan deze eruit. Deze kan eruit. 2, 4. Doe even zo. 6. Ik moet nog even bedenken wat ik hiermee ga doen. Want dat heb ik natuurlijk weer niet opgeschreven. Normaal schrijf ik dat er ooit wel bij. Nee, niet opgeschreven. De roll it. Roll it up. Roll it up. 1. Dat kan. Dan is dit 5. Even kijken hoeveel ik dan nog heb hoor, want ik overzie het ooit zelf niet meer. Even kijken. 2, 4, 6, 8, 10, 11 misschien. 10 of 11. Ik kan 4 euro in de 20 enveloppen, maar dan wil ik eigenlijk dobbelen. Maar ik kan geen 20 doen. Even kijken, want ik heb die... Ik pak even mijn A5 erbij hoor. Even uitzoomen. Oké. Dit geld is van de Finish Challenges. Ik ga... In de Action... Die heeft al lang geen aandacht meer gehad. 5 euro doen. Wel even in muntgeld dan. Weet je wel, ik doe daar 2 euro bij. Want er zat al 3 euro los in. Dus het is 5 en 2. Meteen 2 rijen compleet. Zo, ik heb nou de onderste en deze rij gedaan. En dan moet ik gewoon 10 euro even hierin... proppen. Ik had nog wat dingen opgeschreven. Doei! Nee. In mijn shopping binder die weer helemaal verstopt zit. Oh, ik moet de sportschool geld geven. Ja, dat moet wel echt. Dat ga ik gewoon doen. 2, 4, 6, 8, 10. Ik ga dat gewoon doen. Want dat moet echt, want ik zit in mijn laatste stempel. En ik zou die eigenlijk vandaag hebben ingeleverd. Ja, dit doet wel pijn. Maar ik heb hier helemaal niet aan gedacht. Ik heb daar helemaal niet opgeschreven. En in één keer denk ik mijn shoppingbinder. Dat zit ook de sportschool in. En dan moet ik me gewoon echt de komende tijd echt gaan focussen op die mini-challenges. En ook doorstuffen hierin. Heb ik nu tegen mezelf gezegd. Als het goed is, edit ik deze video voor de volgende video online komt. Klinkt heel raar als ik dat zeg. Maar deze is vol. Yeah, yeah, yeah. I suppose. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 60.
10, 20, 30, 40, 50, 60. Ja. Wee! En dan gaat dit in mijn... Dit laat ik wel even hier liggen, want dan kan dus zijn dat ik die dus morgen al... 2... Oh ja. Even nog misschien kleingeld wisselen. Dit is al 14 euro. Bam. 50, 20, 40, 60, 80, 90. 1 euro. 1,50. 10, 20 cent erin. Ja, ik ga dus naar Duitsland. En dan moet ik eigenlijk ook mijn... Van dat frutgeld meenemen. Waar ik eigenlijk niks aan heb. Die 1 en 2 centjes en zo. Want die gelden daar nog. En ik heb daar nog ergens een blikje van. Hier zit weer bamboe. Oh, wil ik er bijna hierin stoppen. Gaat goed, mijn neus. Statiegeld gewisseld. Ik heb nog wel heel veel 5 centjes. Even wisselen. Oh nee. Ja, daar is dat eraan te komen. Ik voelde het. Veel te dik, joh. Zo. Het zal wel. Klopt dit als het goed is ook weer. Challenge die af is. Zo. Ik kan deze hierin. Ja jongens, dat was hem. Ik denk dat ik gewoon lekker even ook een beetje een portemonneetje voor Duitsland ga maken. Zo'n kleintje met van die mapjes. Ja, in principe kan ik Duitsland wel even leeghalen dan denk ik. Waar moet er allemaal voor uit? Dat is misschien ook wel een keer leuk om te zien. Het is ondertussen ook echt gaan regenen. Even kijken, shopping kan er dan uit. Ik heb trouwens net... Dat jullie dit opnemen. Dat ik dit opneem. Niet dat jullie dit opnemen. Want jullie nemen helemaal niks op. Ik heb ook iets van verzorging gekocht. Dat ik dit opneem. Heb ik net ook mijn verjaardag envelopje weer terug gedaan. Want ja. Even kijken. Waar heb ik dan? Duitsland. Beauty. Vinden jullie het trouwens leuk? Niet dat jullie daar nu nog echt zeggenschap op hebben als ik... Namelijk als ik terug ben, dan heb ik alweer een... Of als deze video online komt, dan heb ik als goed alweer een ander video opgenomen. Maar vinden jullie het leuk dat als ik in Duitsland ben geweest, wat ik ook daadwerkelijk dan heb gekocht, zeg maar... Dat jullie daar een beetje weten van hoeveel ik dan beauty en shopping en zo heb uitgegeven. Dat ik daar dan IOU kaartjes voor maak. Vinden jullie dat leuk? No. Even kijken... Duitsland zit 40, shopping zit 20 en beauty zit ook 20. Kan ik er ergens even opschrijven, want dan ga ik gegarandeerd vergeten. 20, shopping, 20, Duitsland 40. En nee, daar red ik het niet mee, maar dat is wel een beetje de insteek. Even zo doen, denk ik. Ik weet niet of dat makkelijker is. Ik heb echt geen idee, jongens. En dan heb ik dus nog mijn muntjes en wat er in mijn portemonnee zit. Maar in principe is dit dus eigenlijk... Ja, normaal maak ik allemaal lijsten en zo. Alleen doordat mijn printer inkt op was, heb ik ook helemaal niks gedaan. Het voelt wel fijn ofzo om dan met contant en rekening op pad te gaan. Vorige keer dat ik naar Duitsland ging was ik net begonnen met cash stuffen. En toen heb ik dat ook gedaan. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Nu. Want nu ben ik al wel weer wat stapjes verder. Dat voelt altijd heel raar om dat te zeggen, maar het is wel zo. Maar ik weet gewoon nu van oké, dingen die ik echt nodig heb. Ik verwacht bij de Moolah vooral shopping supplementen te halen.
ik heb niet echt heel veel beauty dingen nodig. Dus ik vind het eigenlijk stom. Want ik spaar er nu wel de hele tijd voor. Omdat je weet maar nooit. Maar misschien dat ik uiteindelijk bij de DM wel wat beauty dingen haal. En eigenlijk heb ik het spaar ik ook wel om naar Duitsland door te schuiven. Maar misschien moet ik hem niet zo hoog meer aan mijn prioriteitenlijstje zetten. En 20 euro is nog wel te doen om daar aan te vullen. Zeker als de etappe zo'n 5 kan. Als ik een IOU daarvoor zou moeten inleveren. Maar ik denk dat ik wel wat kleine reisdingetjes nodig heb als ik in oktober nog wegga. Dus weet je, tegenwoordig zit je ook zo aan die 20 euro. En shopping is natuurlijk, kan eigenlijk overal worden ingezet. Dus ik denk niet dat er heel veel IOU hieruit komt. Of er moet iets mega heftigs gebeuren. Dus ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig omdat het voelt alsof het nou de eerste keer is dat ik echt ermee op pad ga. Ik heb er wel zin in of zo. Het is gewoon 80 euro ook, hè? Dus dat is best wel veel. En ja, het zou mooi zijn als ik hier nog wel van overhoud om het door te stuffen of iets. Oeh, spannend! Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en tot ziens. Bye!